is Rocco Aversie, het programma van het ministerie van Arbeid. Vandaag zullen we het hebben over uitzendwerk. Uitzendwerk is sedert april 2017 gereguleerd. Was het voorheen, dus daarvoor, was het zo dat wij van het ministerie van Arbeid geconfronteerd raakten met klachten vanuit het veld. Uitzendkrachten die op het ministerie kwamen om hun beklag te doen over het oneindig inzetten van die krachten in uitzendwerk. Dus er kwam maar geen einde eraan. En de andere klacht was dat die uitzendkrachten een vergelijking maakten bij het bedrijf waar ze werden ingezet. En die vergelijking die er werd gemaakt was dat ze even hard moesten werken als hun collega's binnen het bedrijf, maar dat ze veel minder verdienden. En als arbeidsvoorlichter weet ik dat die opmerking werd gemaakt dat een deel van het loon dat ze kregen moest gaan naar het uitzendbureau. Op een gegeven ogenblik voelde het ministerie zich genoopt om te zorgen voor regelgeving. Dus het uitzendwerk werd gereguleerd. En ik zei u al eerder, vanaf april 2017. Vanaf dat moment geldt uitzendwerk slechts voor tijdelijk werk. Dus het mag niet meer zo zijn dat uitzendwerk werd misbruikt voor vast werk en permanent werk binnen een bedrijf. Ik praat over dit onderwerp met arbeidsrechtsdeskundige Glenn Pirou. Glenn Pirou is de onderdirecteur juridische en internationale zaken op het ministerie van Arbeid. Wat ik u ook mag vertellen is dat Glenn de hoofdschrijver is van de wet die in april 2017 is afgekondigd. En laat me u zeggen hoe die wet heet. Die wet heet ter beschikking stellen arbeidskrachten door intermediairs. In de volksmond wordt die wet genoemd de wet op uitzendbureaus. Ik heb ook een enkel keer gehoord de wet op uitzendkrachten. Glenn, gebeurt het nog steeds? Ik heb al net aangegeven dat vanaf 2017 we een wet hebben gericht op het uitzendwerk. Gebeurt het nog steeds dat uitzendkrachten bijna oneindig worden ingezet voor werkzaamheden binnen bedrijven? Dus ik denk dat met de aanname van de wet in elk geval er ruimte is voor het ministerie om in te grijpen voor zover dus dat plaatsvindt. Hè? Omdat dat een ongewenste situatie is. Maar even teruggaand op uw mededeling dat ik dus de hoofdschrijver ben. Ik denk dat we toch wel moeten vermelden dat er een commissie is geweest. Ja. Die in 2008 deze wet heeft voorbereid. Dus een commissie waarin meerdere mensen hebben gezeten. Ik was voorzitter. En die commissie heeft dus gezamenlijk met enkele juristen, met stakeholders, meetings, heeft de commissie dus deze wet voorbereid. Dus die wet heeft geen hoofdschrijver, maar die wet heeft een commissie die het heeft voorbereid en het heeft enige jaren geduurd voordat wij dus de wet hebben kunnen laten goedkeuren door de Nationale Assemblée. En dan terugkomend op die vraag, we sluiten niet uit dat het nog voorkomt, toch? Maar er zijn nu, sinds dus de aanname van de wet, duidelijke regels dat voor permanente functies niet gebruik moet worden gemaakt van uitzendkrachten. En het staat ook gedefinieerd in de wet wat is uitzendarbeid. Ja. Waarvoor zijn uitzendkrachten bedoeld? En het staat duidelijk dus in de definitie dus dat uitzendkrachten ingezet moeten worden wanneer het gaat om tijdelijke arbeid. Een tijdelijke behoefte aan meer mankracht. Dan kunnen wij uitzendkrachten gebruiken. Of wanneer we werknemers die tijdelijk uitgeschakeld zijn,
moeten vervangen. Dus de bedoeling van de wet is om uitzendarbeid weg te halen uit die sfeer van misbruik. Ja. En het puur te bestemmen voor dat werk waarvoor uitzendarbeid bedoeld is, uitzendkrachten bedoeld zijn. En dat is dus dan weer voor tijdelijk werk. Oké. Ja. Met het tijdelijk werk, dus je hebt net aangegeven wat de definitie zo ervan is. Maar zou je toch wel met enkele voorbeelden kunnen illustreren voor welk tijdelijk werk, als voorbeeld hoor, ja, uitzendwerk of uitzendkrachten ingezet zouden kunnen worden? Een voorbeeld is bijvoorbeeld, stel een werknemer valt uit door ziekte. Ja, voor lange tijd. Voor lange tijd, dan kan je hem vervangen. Of zwangerschap. Oké. Kan je vervangen. Maar je hebt ook situaties waarbij je drukke seizoenen hebt. Ja. Dat kan je ook gebruik maken voor een maand, twee maanden van uitzendkrachten. Om extra brood te bakken of kerstbrood te bakken. Dus voor tijdelijke arbeid, dit zijn enkele voorbeelden. Mm-hmm. Wanneer dus werknemers uitvallen. Of wanneer werknemers niet uitvallen, maar vanwege het seizoen er meer behoefte is aan arbeid. Zou je gebruik kunnen maken van uitzendkrachten. Hier en daar zien we in de praktijk dat uitzendkrachten eigenlijk uitgetest worden door bedrijven om die later in te laten stromen als permanente werknemers. Ja. Dus dat komt ook wel voor. Alhoewel ik dus daarover wel moet opmerken dat om werknemers uit te testen, er eigenlijk een ander instrument in de wetgeving is opgenomen. Dat is proeftijd. Ja. Dus die proeftijd is eigenlijk het echte instrument om werknemers uit te testen. Zijn ze goed? Voldoen ze? Maar kennelijk vinden werkgevers die proeftijd te kort, want die proeftijd is maximaal 2 maanden. Hè? Dus dat is een zaak die wel bekeken moet worden. Hè? Omdat onze burgerlijke wetboek gaat inderdaad uit van dus 2 maanden. Ja. En we weten dus dat vanuit het veld die opmerking wordt gemaakt van hey, 2 maanden is een beetje kort. Okay. Dus maar dat komen we weer bij herziening van de arbeidswetgeving. Hè? Ja. Dus je zou ergens, wanneer we burgerlijk wetboek bekijken, dan zou je dus als onderdeel van het burgerlijk wetboek, moet je die bepaling die beperking heeft van 2 maanden, moet je dan bekijken. En uiteraard moet je dan meenemen wat zijn de gevoelens van werkgevers, wat zijn de gevoelens van dus de werknemers, de vakbondsbeweging. Ja. Ja. En dan kan je op basis daarvan een, wellicht in de toekomst, de grens kunnen verleggen naar een ander punt. Hè? Okay. We komen daarop terug, Glenn. Als ik een bedrijf zou hebben, een werknemster van mij is zwanger, dus gaat voor lange tijd met zwangerschaps- en bevallingsverlof. In dat geval heb ik behoefte aan een tijdelijke arbeidskracht, dus ik zou kunnen stappen naar een uitzendbureau. En dat uitzendbureau vragen of dat uitzendbureau me een arbeidskracht, of dat uitzendbureau een kracht, een uitzendkracht ter beschikking zou willen stellen aan mijn bedrijf. Hè? Vanaf dat moment, hoe gaat dat? Welke overeenkomst wordt getekend? Als ik bijvoorbeeld als bedrijf die kracht krijg, moet ik met die kracht de arbeidsovereenkomst aangaan? Of is het zo dat die uitzendkracht een arbeidsovereenkomst aangaat met het uitzendbureau en dat ik dat uitzendbureau zou moeten betalen? Misschien kan je even uitleggen hoe die constructie eigenlijk eruit ziet. Hè? Ja, kijk, er is een gebruikelijke werkwijze bij uitzendarbeid. Hè? En je hebt dus de inlenende onderneming, dat is dus het bedrijf dat extra hulp nodig heeft of een vervanger nodig heeft. Die maken dan contact met de uitzendbureaus, een uitzendbureau. Ja. En die twee hebben dan een agreement, onder welke voorwaarden
een uitzendkracht die geregistreerd is bij het uitzendbureau, ja, ter beschikking kan worden gesteld. En wanneer het uitzendbureau in zijn administratie een kandidaat vindt, mm-hmm, die geschikt is voor dat werk, mm-hmm, dan zal het uitzendbureau een arbeidsovereenkomst moeten aangaan, dus een arbeidsovereenkomst, ja, met die uitzendkracht. Dus dan heb je een overeenkomst tussen het uitzendbureau en uitzendkracht. Ja. Dat betekent dus dat het uitzendbureau de werkgever is. Niet de inlenende onderneming, nee, waar de uitzendkracht arbeid zal gaan verrichten. Ja. Die is niet de werkgever. Uitzendbureau, dat is de werkgever. En dan wordt zo'n uitzendkracht uitgezonden. En dan gaat hij of zij vanaf een bepaald moment werkzaamheden verrichten bij de inlenende onderneming. Mm-hmm. En die inlenende onderneming heeft wel enkele verplichtingen. Onder andere moet die onderneming ervoor zorgen dat de werkomstandigheden veilig zijn. Mm-hmm. En dat er niet gediscrimineerd wordt. En dat het een goede werkplek is. Okay. En dat het veilig is. En dat is het min of meer. En dat er instructies worden gegeven. Goede afspraken worden gemaakt van kijk, dit is je leidinggevende, die gaat jou instructies geven, et cetera. Dus dat is dan de verantwoordelijkheid van de inlenende onderneming. Het uitzendbureau, dat bureau moet dan het loon betalen. Ja. Niet de inlenende onderneming. Okay, het is het uitzendbureau. Uitzendbureau, dat is dus de werkgever, die moet loon betalen. Die moet ook erop letten dat de werkomstandigheden veilig zijn, goed zijn. Dat er geen misbruik plaatsvindt van de uitzendkrachten. En dat de uitzendkrachten verzekerd zijn. En al dat soort voorzieningen die we hebben in de wet. Mm-hmm. Dus dat is voor het uitzendbureau om het te regelen. En belangrijk ook dus de betaling. Ja. Dat is een verantwoordelijkheid van het uitzendbureau. En Op het stukje van de betaling wil ik even terugkomen, Glenn. Als, want je zei ook daarvoor, het bedrijf dat die uitzendkracht leent, dat bedrijf mag niet discrimineren. Dus de werkgever van dat bedrijf mag niet discrimineren. Ja. Ik ga ook ervan uit, ook niet discrimineren op basis van loon. Ja. Want als die uitzendkracht hetzelfde werk doet als persoon X en die uitzendkracht komt erachter van dat ik als uitzendkracht veel minder verdien, misschien zelfs de helft, ja, dan wat persoon X verdient binnen het bedrijf. Ja. Ik zie dat als een vorm van discriminatie. Ik weet niet of jij dat ook zo ziet. Maar hoe zit het daarmee? Is er ten aanzien van loon, wanneer het gaat om hetzelfde werk, heeft de wet daarover duidelijke richtlijnen gegeven? Ja, er is een richtlijn, hè, en het is inderdaad discriminatie, mm-hmm, wanneer mensen dus in dezelfde onderneming dus dezelfde arbeid verrichten, mm-hmm, gelijkwaardig arbeid verrichten, ja, en dan verschillend worden betaald. Ja. Maar waken voor discriminatie, mm-hmm, wat betreft beloning, dat is een verantwoordelijkheid niet van de inlenende onderneming, mm-hmm, maar het is een verantwoordelijkheid van het uitzendbureau. Dus het uitzendbureau moet ervoor waken dat er wat betaling betreft geen discriminatie plaatsvindt. Met andere woorden, mm-hmm, het uitzendbureau moet een zodanige loon aan de uitzendkracht betalen dat die overeenkomt met gelijke arbeid, gelijkwaardig arbeid. Mm-hmm. Waardoor, maar dat was een van de bezwaren waarover je het had in het begin. Mm-hmm. Dus dat is een verantwoordelijkheid van het uitzendbureau. Mm. En het uitzendbureau, wanneer zo'n uitzendbureau dus afspraken maakt met het bedrijf, inlenende onderneming, mm-hmm, dan moet het uitzendbureau in zijn prijs dat incalculeren. Toch?
Maar in dat anders geval, ga je het niet kunnen uitbetalen. Maar in dat geval het uitzendbureau wel inzicht moeten hebben in de loonstructuur binnen het bedrijf. Uiteraard. En de wet geeft dus aan het uitzendbureau die ruimte. Oké. Okay. Anders gaat hij wetgeving overtreden, hè? Dus er is, en over dit punt is er veel gediscussieerd. Er is ook veel geschreven in de media. Mm-hmm. Om uit te leggen wat de achtergrond is van dit beginsel. Gelijk loon voor gelijkwaardig werk. Okay. En als we kijken in onze grondwet, mm-hmm. dan zien we dus dat in onze grondwet er een opdracht is gegeven aan ons. Om in wetgeving ervoor te zorgen. En in de praktijk ervoor te zorgen dat gelijkwaardig werk op gelijke wijze wordt beloond. En in deze wet hebben wij dus een begin gemaakt met het implementeren van het beginsel gelijk loon voor gelijkwaardig arbeid. Maar discriminatie op het gebied van beloning komt niet alleen bij uitzendarbeid voor. Het komt iets breder voor in de samenleving. En er is wetgeving in de maak om dat stukje ook aan te pakken. Het is nu bij de staatsraad. Hmm. Dus er is enige beweging op het gebied van arbeidswetgeving. Maar is het zo, want er leeft een bepaalde opvatting in die samenleving, dat die uitzendkracht een deel van het loon dat die kracht ontvangt, dat een deel van dat loon wordt ingehouden door het uitzendbureau. Of die uitzendkracht zou maandelijks een deel moeten afstaan aan het uitzendbureau, omdat het uitzendbureau, daarvan ga ik uit, het, zeg maar, dat bemiddelingswerk niet kosteloos doet. Hè? Hoe zit dat precies? Dus er is een verbod in de wet. Mm-hmm. En dat verbod geeft aan dus dat het verboden is voor uitzendbureaus om een tegenprestatie te bedingen, dus overeen te komen, met de uitzendkracht. Met andere woorden, het is voor een uitzendbureau verboden om een deel van het loon in te houden als een vergoeding of iets dergelijks. Okay. Dat is verboden in de wet en dat is een verbod dat ook dus vastgelegd is in verdragen die we hebben geratificeerd. Mm-hmm. Wij, de uitzendbureaus, mogen hun winst niet halen bij de uitzendkracht. Die moeten hun winst gaan halen bij de inlenende onderneming. En daarvoor zijn er manieren om afspraken te maken. Mm-hmm. Dus het maken van die afspraken is belangrijk. Want inderdaad, er zijn uitzendbureaus die draaien op winst, toch? Mm-hmm. Dat is op zich niet verboden. Maar je winst haal je volgens de wet niet bij de uitzendkracht, maar bij de inlenende onderneming. Oké, okay. Ja. Duidelijk. En als die uitzendkracht, laat me die vraag eerst stellen, hoe lang mag een uitzendkracht ingezet worden in een inlenend bedrijf? Hoe lang mag dat maximaal? Ja. Dus je hebt het heel correct gezegd in het begin, hè. We hebben tijden gekend dat permanente functies voor lange tijd werden ingevuld door uitzendkrachten, met dus lage beloning, et cetera, weinig zekerheid. En dat is één van de redenen om deze wetgeving aan te nemen. Dus nu is het beperkt tot 2 jaar. Okay. 2 jaar. Dus je mag in een functie een uitzendkracht aanhouden 2 jaar en daarna behoort hij in principe te vloeien in de arbeidsorganisatie als een werknemer, toch? Maar het is dus verboden bij wet. Maar dat kan je niet verwachten als we praten over uitzendwerk, is meer gericht op tijdelijk werk. Juist. Dus je gaat ervan uit dat een keertje houdt dat tijdelijk werk op, juist, toch? Dus dat je dan, juist. Dus tijdelijk werk. Dus die uitzendkracht mag dus eigenlijk niet verwachten dat na uitzendwerk het vanzelfsprekend is dat die... Nee. Die verwachting moet er niet zijn. Okay. Maar het is ook niet uitgesloten. Dus het is mogelijk dat
werk, dus uitzendkrachten, na 2 jaar werknemer worden van de inlenende onderneming. Ja. En het staat ook in de wet dat het vrij moet zijn voor uitzendkrachten om in dienst te treden bij de inlenende onderneming. Okay. Want hier en daar hebben wij overeenkomsten gezien, en dat is ook verboden, om een boete op te leggen aan de uitzendkracht als hij in directe dienst treedt. Oh, dus dat mag niet? Nee. Dat mag absoluut niet. Ja. Men, omdat de grondwet geeft aan dus dat werknemers het recht hebben om vrij te kiezen waar ze in dienst willen zijn. Dus het recht van vrije keuze van beroep of arbeid. En dat geldt ook voor uitzendkrachten. En als er een overeenkomst is voor 2 jaar met die uitzendkracht en al na de 4e of 5e of 6e maand zou die dat inleenbedrijf besluiten van nou, deze kracht lijkt me een heel goede kracht, ik wil die kracht in vaste dienst. Ja. Zou dat kunnen, omdat er een overeenkomst is met het uitzendbureau voor? Ja, dat moet kunnen. Het staat in de wet dus dat er geen beletsels moeten zijn voor uitzendkrachten om in directe dienst te treden. Dat kan dus aan het einde, dat kan ook tussentijds. Kan tussentijds? Dat kan ook maar tussentijds. Wat zou er dan moeten gebeuren? Moet die persoon opzeggen? Tussentijds neem ik aan dus dat goede ondernemers elkaar dus inlichten van kijk, uw uitzendkracht ga ik in dienst nemen, toch? We gaan uit van dus nette ondernemers, dat ze elkaar melden. En die uitzendkracht behoort eigenlijk ook te melden, alhoewel het niet expliciet in de wet is genoemd, wordt verwacht van een nette werknemer dat die uitzendkracht dat die meldt van bedankt voor die 4 maanden, maar ik heb nu meer zekerheid bij middels een directe dienstbetrekking, toch? En dus dat zal absoluut geen consequenties hebben voor die uitzendkrachten? Nee. Consequenties zijn verboden bij wet. Consequenties zijn verboden bij wet, omdat de grondwet ons de opdracht geeft om daarvoor te waken. Vrije keuze van arbeid en beroep. Okay. Ja. Dus ondanks er een overeenkomst is, mag dat? Ja. Oké, en na die 2 jaren, want ik wil even terug op 2 jaren. Dus na die 2 jaren, als er geen vast dienstbetrekking wordt aangeboden aan die uitzendkracht, wat gebeurt er dan met die uitzendkracht daarna? Mag die uitzendkracht nog blijven opereren vanuit dat uitzendbureau? Of moet dat uitzendbureau die kracht gewoon loslaten? Dus in elk geval gaat die uitzendkracht niet langer bij die inlenende onderneming langer dan 2 jaar actief kunnen zijn. Maar mag wel bij een andere? Bij een andere mag het dan wel. Via datzelfde uitzendbureau? Hetzelfde uitzendbureau bij een andere inlenende onderneming mag het wel. En de bedoeling van die bepaling is om inlenende ondernemingen eigenlijk te wijzen op het voordeel van directe indienstname van goede werknemers. Want het kost, het blijft evenveel kosten. En met het principe van gelijk loon voor gelijkwaardig arbeid zijn uitzendkrachten in principe iets duurder zelf. Okay. Want als je gelijke loon betaalt en je moet het uitzendbureau ook nog een tip geven. En dat komt erop, hè? Dat komt erop. Ja. Dat kost een uitzendkracht, dus is die iets duurder dan een normale werknemer. En dat is wellicht gezond, omdat je daardoor die directe dienstbetrekkingen, die wenselijk zijn in de Surinaamse situatie. Ja. Surinaamse werknemers, zoals we dat hebben kunnen peilen, die willen liever een vaste betrekking. Vooral de werknemers die gaan richting gezinsvorming, die willen liever een vaste dienstbetrekking met zekerheden. En dat is dus iets dat de wet dus probeert te stimuleren. Ja. Oké, Glenn, als die 2 jaren zijn verstreken bij bedrijf X en er wordt geen vaste dienstbetrekking aangeboden aan die uitzendkracht, maar die kracht is nog verbonden bij dat uitzendbureau, wachtende op een ander bedrijf om uitgeleend te worden. Ja. En dat kan misschien, denk ik, 1 maand duren of 2 maanden. Wat
Wie betaalt dan die uitzendkracht in die periode? Als er nog geen bedrijf is dat zich heeft aangeboden voor werk, voor die kracht. Is er loon verbonden over die periode? Nee. Niet? Nee. Kijk, bij uitzendarbeid heb je steeds arbeidsovereenkomsten. Mm-hmm. Het moment dat werk wordt aangeboden aan een uitzendkracht door een uitzendbureau, heeft de uitzendkracht het recht om dat werk te accepteren. Hij is niet verplicht, hij mag het accepteren om uitgezonden te worden. En op dat moment krijg je een arbeidsovereenkomst, totdat die uitzending afloopt. En als die uitzending afloopt, heb je geen arbeidsovereenkomst meer en dan heb je geen recht meer op betaling, loon, totdat de andere uitzending begint. En dan heb je weer een arbeidsovereenkomst, heb je weer loon. Dus zo zie je dat uitzendarbeid verschilt van normale arbeid. En dat de verantwoordelijkheid van uitzendbureaus om loon te betalen verschilt van die verantwoordelijkheid van normale werkgevers. Okay. Want die normale werkgever die moet in slappe tijden, wanneer de business slap is, moet de normale werkgever loon blijven betalen. Terwijl bij een uitzendbureau heb je dus kleine arbeidsovereenkomsten met daartussen lege periodes, droge periodes voor de uitzendkracht. En in die periodes hoeft die uitzendkracht dus niet te rekenen op loon? Nee. Glenn, bedankt voor die informatie. Ja. U heeft het gehoord. Uitzendwerk is sedert april 2017 gereguleerd. En laat me u zeggen, met die regulering heeft het ministerie niet bedoeld om uitzendwerk of uitzendkrachten te verbieden. Absoluut niet. U heeft het net gehoord. Uitzendwerk is bestemd voor tijdelijk werken. Dus wanneer een bedrijf in een bepaalde periode extra werkzaamheden heeft, een extra taak heeft, en dan mag het bedrijf dus gebruik maken van uitzendkrachten. Maar ook wanneer jongeren pas zijn afgestudeerd, maar willen werkervaring opdoen, dan mogen ze dat zien, zeker uitzendwerk, om wat ervaring op te doen. Dus als opstap naar een vaste dienstbetrekking. Daarvoor is uitzendwerk ook bedoeld. Indien u als uitzendkracht van mening bent dat uw rechten geschonden worden, aarzel niet. Meld u zich aan bij de arbeidsinspectie om uw beklag te doen. Tot de volgende keer met een nieuwe aflevering van het programma Marokko Aversie.